We hebben vannacht een veldje neergelegd hier op de parkeerplaats om de Graafschap te laten zien hoe het wel kan met een mooi veldje. En dat we dus sowieso tegen het kunstgras zijn, wat de Graafschap misschien van plan is in de aankomende seizoenen. Dus volgens mij kun je deze markt beter in het stadion liggen dan erbuiten, want hij is wel heel erg mooi. Ja, want het is natuurlijk wel een heel precair onderwerp, hè? De grasmat. Ja, nee, kijk, we hoeven niet geheimzinnig te doen. Onze grasmat ziet er gewoon niet uit. Vooral de eerste strook heeft alles te maken met de veldverwarming van de winter, die we heel hoog hebben gezet. Is toch de kast ten koste gegaan van het gras. Ja, en kijk, en ik heb met een journalist gesproken over de toekomst van de Graafschap. En het woord kunstgras laten vallen, dat is een beetje uit zijn verband getrokken. Dus heel eigen leven gaan leiden. En, maar goed, we weten nu dat we definitief hier blijven, dus we onderzoeken gewoon alles. En ja, daar hoort ook kunstgras bij. Maar dat ligt dus bijzonder gevoelig, kunstgras. De supporters pikken het niet, zie je hier aan dit spandoek. Hè? Ook al speelt heel Nederland op rubber, de superboeren horen in de blubber. Gewoon wegzakken dan maar. Ja, nou inderdaad, het hoort bij de superboeren, dat klopt. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar nogmaals, we zijn het aan het onderzoeken. Het is helemaal niet gezegd dat we het überhaupt gaan doen. En voor komend seizoen gaan we in ieder geval op natuurgas gewoon verder. En, maar we onderzoeken gewoon alles en daar hoort kunstgas bij. En ik weet hoe de supporters erover denken. Kijk, in onze achterban, dat heeft ons groot gemaakt. Dus ja, daar moet je wel serieus naar kijken. De Graafschap is gewoon een club vol met traditie en een boerenclub. En daar hoort gewoon geen kunstgas bij en gewoon normaal veld en desnoods in de blubben.